Nou, het unieke en onderscheidende van deze minor is dat het in feite rechtstreeks toegang geeft tot de Master Information Management nadat de student zijn bachelor heeft behaald. Ik heb voor de minor gekozen omdat ik door wilde studeren. Dat wist ik eigenlijk van tevoren al. En met deze minor kan ik dus een half jaar winst behalen. Het is zowel verdiepend als verbredend, dus aan de minor zelf heb je ook al iets. Mocht je die master misschien toch niet kiezen, je hebt toch dat beetje extra verdieping gehad. En als je dan die master erachteraan doet, heb je gewoon het half jaar gewonnen. Dus ik zou het echt mensen die dat willen, zou ik het echt aanraden. Iedere student kan dit doen. De enige eis die gesteld wordt voor de schakelminor is dat de grade point of average dat een 7,5 is. In het begin vond ik het een hele grote stap, vooral met name statistiek. Dat is in het begin gewoon echt heel veel nieuwe materie. Op een gegeven moment dan zit je een beetje in het ritme en dan ken je alles wat beter, dan gaat het wel wat makkelijker, dan wordt het elke keer een stapje meer. Boeken lezen en academische stukken lezen, je leert het hier. Maar als je al gemakkelijk leert, is dat wel fijn dat je die vaardigheid al hebt. Zeg maar. De studenten worden eigenlijk begeleid op een manier zoals gebruikelijk in de academische omgeving. Dat wil zeggen via hoorcolleges en werkcolleges. En er wordt een fors beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de student. Ja, zelfstandigheid is wel belangrijk. Op het HBO krijg je dingen toch iets meer aangeleverd al, terwijl je het op de universiteit echt toch wel zelf moet doen. De leraren die zijn veel minder betrokken bij het proces. Die zijn er meer om jouw theorie te geven. En je bent er zelf voor om dat zeg maar op te nemen. Op zich valt het qua werkdruk wel mee. Je kan het, als je het HBO gemakkelijk doorloopt, kan je de pre-master ook aan. Engels is ook wel een belangrijk aspect, wat onderschat wordt denk ik. Ik dacht dat ik goed in Engels was, maar ik heb hier eigenlijk pas gemerkt wat Engels inhoudt. Daar zit wel een groot verschil in, nog ten opzichte van het HBO. Ik voel me hier absoluut op mijn plaats. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren op een hoog niveau. Dus ik ben zeker op mijn plaats.